een videodagboek van een paar dagen geleden heb ik afgetrapt. Het is een beetje een rosé-sessie aan het worden. In mijn uppie probeer ik dan toch dat krimpende marktaandeel, waar ik het over heb gehad. In 2010 is het marktaandeel van rosé ten opzichte van 2009 met 0,7% gedaald. Van 15,6% naar 14,9%. Probeer ik dat een beetje weer op te krikken. En dan heb ik al twee ongelofelijke lekkere Nederlandse rosés voor de camera gehad. De Domaine de l'Amourique, die te koop is bij Gallen Gal voor €7,99. En de AIX van een Nederlandse producent ook in de Coteau d'Exan, Provence voor €11,95. En nu gaan we echt naar de ultieme eredivisie toe. Dit is Domaine de Tampier. Dit komt uit eigen kelder. En dan denk je, god, 2008, die Hamersmaan roept toch altijd dat rosé een half vers product is, dat je dat zo vers mogelijk moet drinken. Er zijn natuurlijk weer uitzonderingen. En dit is er een van. Want die, ja, ik heb daar nog van liggen. En naarmate de tijd verstrijkt, neemt eigenlijk de kwaliteit, de energie van deze wijn niet af. Maar ik heb 2010 al geproefd. En ja, dat is, ik bedoel, ik ga weer kopen, al kost deze wijn €22,50. Ja, voor een rozeetje. Ja, maar goed, dat is dan, dit valt in de categorie ongelooflijk eredivisie. Al diverse keren uitgeroepen tot beste rosé van de wereld. Vijfmaal op rij beste rosé van Nederland tijdens het proefschrift wijnconcours. En door Revue du Vin de France, het toonaangevende Franse wijnblad, is deze net in het rijtje terechtgekomen van Le Meilleur Vin de France. En dan komt hij dus in het rijtje voor met Lafite, Petrus, Mouton, Dixième, Tampier. Need I say more? Als de beurs het toelaat, onmiddellijk van kopen. En er eigenlijk nog, je ziet er nog jaren van genieten.